De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in het stadscentrum. Maar laten we vooral niet de wijken vergeten. Daar vragen wij als VVD vooral aandacht voor. En een huis is een thuis. De plek waar je je veilig en prettig wilt voelen. Wij gaan het woningtekort aanpakken door jaarlijks minimaal 100 extra passende woningen te bouwen. Ik neem u mee naar een bijzondere plek. Hier heb ik mijn jeugd doorgemaakt. Hier ben ik naar school gegaan. Ik gun alle kinderen van Kerkrade een gelijke, kansrijke start en een school dicht bij eigen thuis. Wij als VVD zijn initiatiefnemer geweest van volwaardig voortgezet onderwijs in Kerkrade. Abdij Rodduc is een historische plek. Een van de grootste rijksmonumenten van Nederland. Een uniek gebouw, omgeven door een prachtige natuur. Maar hier is ook drugsoverlast. Overlast en heftig gedrag gaan we streng aanpakken. Er zijn deze periode al extra's boos bijgekomen. Maar wij willen meer handhavers, extra ogen en oren voor de politie en meer blauw op straat. Wij ondersteunen onze ondernemers. Gaat het goed met onze lokale ondernemers, dan gaat het ook goed met de gemeente en haar inwoners. Neem het EBC. Op initiatief van onze wethouder zijn via het grensinfopunt sinds 2016 600 inwoners aan werk gekomen. En werk is meer dan alleen maar inkomen. Kerkrade is een gemeente waar veel te beleven valt. Wij wonen in een mooie stad met veel voorzieningen en volop kansen. Dag in, dag uit zetten wij ons als VVD Kerkrade in om Kerkrade nog beter te maken. Kerkrade blijft goed, wordt beter. Kies daarom VVD. Er worden stukjes die voor ieder wethouder gedaan.